Welkom in de serie vlogs van dit jaar. De serie heet Op zoek. En we proberen steeds een Bijbelgedeelte kort te bespreken waarin iemand op zoek is naar Jezus of omgekeerd Jezus op zoek is naar die persoon. En vandaag zullen we het hebben met elkaar over een vrouw die is betrapt op overspel en die bij Jezus wordt gebracht. Het verhaal dat we kunnen lezen in Johannes 8. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf een onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. En wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudste en het eerste. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig niet meer. Als je dit verhaal leest en overdenkt, kun je natuurlijk de vraag stellen: wie is hier nou op zoek? Je kunt er rustig op zijn dat de vrouw dit hier niet op zoek is geweest. Zij is betrapt op overspel, dat is natuurlijk heel beschamend. En niemand zou graag op dat moment betrapt willen worden. Zij is het wel, het is haar overkomen. En nu wordt ze ook nog eens een keer te schande midden in de groep gezet. Het laatste wat je op zo'n moment opzoekt is de openbaarheid of alle aandacht van mensen. Maar het overkomt haar wel. Ja, de schriftgeleerden zoeken Jezus op, maar wel op een hele bijzondere manier. Er staat bij, ze kwamen met die vrouw, ze zetten haar in het midden, stellen Jezus dan een vraag om hem op de proef te stellen. En zij zoeken dus de confrontatie met Jezus. Ze zijn niet zo erg benieuwd wat Jezus hiervan vindt. Ze hopen alleen maar aan te kunnen tonen dat Jezus zich niet houdt aan de wetten van Mozes. En de kans dat ze daarin zullen slagen vanmiddag is wel, of vanmorgen moet ik zeggen, is wel heel groot. Want in de wetten van Mozes staat namelijk, er staan strenge regels voor mensen die op overspel zijn betrapt. En ja, wat dat betreft hadden ze hadden ze een punt gehad. Jezus heeft een enorme populariteit. Dat weten we onderhand wel. Hè? Jezus wordt door mensen op handen gedragen. Hij is degene die het evangelie verkondigt. Hij is ook degene die mensen opzoekt, ook al hebben ze misschien veel dingen gedaan die niet kunnen. Tollenaars, zondaars, overspelige vrouwen. Hij schaamt zich niet om de heiland van ook deze mensen te zijn, om ook deze mensen juist te redden. Dat maakt het evangelie heel duidelijk. En daardoor wordt Jezus erg populair. En nou willen deze fariseeën proberen, als het ware, een wieg te drijven tussen Jezus en al die andere mensen. Als Jezus hier zou zeggen: ja, het klopt wel hoor, iemand die overspel gepleegd heeft, moet inderdaad worden gestenigd. Ja, kan er ook niks aan doen, het staat in de wet van Mozes. Dan is hij zijn achterban kwijt. En als hij zegt: niks ervan, deze vrouw moet helemaal niet worden gestenigd. Dan, ja, dan hebben ze ook een casus, want dan weten ze dat hij tegen Mozes is. Dus ze denken dat ze Jezus nu echt gewoon in de hoek hebben. En Jezus doet niks. Althans, hij doet dit. Hij schrijft in het zand. Het is heel onduidelijk wat Jezus daar geschreven heeft. Dat is waarschijnlijk ook helemaal niet belangrijk. En ik probeer nu in deze vlog voor te doen het effect
van wat Jezus doet als hij gaat schrijven in het zand. Dat is namelijk dit. En toen ze bleven aandringen, zei Jezus, wie van jullie zonder zonde is, moet de eerste steen werpen. En schrijft opnieuw in het zand. Ik hoop dat je alleen al door dit voorbeeld duidelijk maakt dat door in het zand te schrijven Jezus het contact verbreekt. Hij kijkt ze niet langer aan. Zij willen zijn aandacht, maar hij wendt zijn ogen af en hij tekent in het zand. En wat hij daar tekent is niet belangrijk, maar dat hij daarmee het contact verbreekt is wel helder. En de boodschap die daarvan uitgaat is ook heel erg sprekend. Want Jezus wil daarmee aangeven wat de essentie van zonde is. Voor deze fariseeën is de essentie van zonde dat je een regel hebt overtreden. Voor Jezus is de essentie van zonde dat er een relatie is verbroken. En de fariseeën zijn zo erg overtuigd van hun eigen gelijk dat ze een regel erbij pakken. En Jezus weet uit te leggen, maar deze mevrouw heeft een regel overtreden. Nu kent Jezus die regels veel beter dan de fariseeën. Dat blijkt al als hij 12 is. En een van de dingen waar de fariseeërs natuurlijk op nat gaan, is dat ze alleen maar met die vrouw aankomen. In de wet van Mozes wordt wel het een en ander gezegd over overspel. Maar in alle gevallen moet daarbij de man de zwaarste straf dragen. Er zijn een paar uitzonderingsgevallen van een vrouw. Als die er niks aan kon doen, ja, dan gaat ze vrij uit. Maar de man is altijd schuldig. Die man die ontbreekt hier op het appel. Is hij soms niet op heterdaad betrapt, alleen de vrouw? Dat kun je toch nauwelijks voorstellen. En Jezus laat daar iets zien van ja, wat de ziel van overtreding is. Dat de relatie met God verbroken is. En dat geldt dus ook voor henzelf. En door zo in het zand te schrijven, bij zijn weg te kijken, maakt hij dat duidelijk. En door te zeggen, wie van jullie zonder zonde is, moet de eerste steen werpen, maakt hij weer de vraag heel levend, wat is zonde eigenlijk? Ben ik zelf dan zonder zonde? Ga ik vrij uit? En dan hoeft het niet per se om seksuele zonden te gaan, maar om al die dingen. Heb ik deze vrouw nog gezien als iemand die samen met mij kind van Abraham is? En ben ik op haar redding uit? Of is het alleen maar een juridisch geval, inderdaad, om Jezus over te laten struikelen? Uiteindelijk is in dit verhaal Jezus degene die zoekt. Hij zoekt de vrouw. Hij zoekt oogcontact. Hij kijkt haar aan en zegt, en waar zijn ze nu gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, zegt de vrouw. Niemand. Zegt Jezus, ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Dus de strekking van het verhaal is niet dat Jezus de zonde niet meer telt of zo. Of dat hij overspel onbelangrijk vindt. Nee, de essentie van het verhaal is dat Jezus de relatie opnieuw legt. En dat je in de relatie met hem ook ervan overtuigd bent dat je wilt leven zoals hij het bedoeld heeft. Natuurlijk een leven in trouw. En je kunt je voorstellen dat deze vrouw, die op het randje van de dood heeft gezweefd, naar huis gaat en denkt, dit gebeurt me nooit weer. Ik ben gered door deze Jezus. Degene die mij gered heeft, zegt, ga naar huis en doe dit nooit weer. En daar hou ik mij aan. Met hem heb ik een relatie. Met hem, bij hem voel ik me veilig. En ja, we hopen dat hetzelfde geldt voor de fariseeën. Die in dit verhaal op hun nummer worden gezet. Die diep kunnen gaan nadenken. Ook naar hen is Jezus op zoek. Ook naar hen gaat zijn hart uit. En dat wil zeggen, wees je er nu van bewust dat het in werkelijkheid niet gaat om een hele partij regels, maar om jouw band met God. We zullen na dit verhaal naar God toe gaan. Hem bidden om vergeving voor zonde en om, ja, om een goed besef van wat het betekent om bij hem te horen. Heere onze God, wij danken u voor dit prachtige verhaal van Jezus, de fariseeën en de vrouw die op overspel is betrapt. En u, Heer Jezus, moffelt niet weg dat het hier gaat om een zonde. Dat overspel een zonde is, uitgerekend een zonde die ook relaties kapot maakt. En Heer, we willen u vragen om vergeving als wij
ons aan die zonde hebben overgegeven. Op welke manier dan ook. Heere, en we danken u dat u komt om relaties juist te herstellen. Niet alleen relaties tussen mensen, maar ook die tussen God en mens. Tussen u en ons. En zo wilt u redden. Door te helen. En Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat we in de valkuil lopen van de fariseeën. Dat het dienen van u niet anders is dan dat we ons aan een hele set regels houden en dat nog keurig kunnen ook. Dat we anderen veroordelen die daar minder goed in zijn. En dat de relatie uiteindelijk helemaal niet meer bestaat. Heer, wil ons beide geven. Gehoorzaamheid, trouw aan u en uw manier van leven. Maar ook trouw en liefdevol omgaan met elkaar. In Jezus' naam. Dank voor het kijken naar deze vlog. We zijn de volgende week weer met een nieuw verhaal waar het weer opnieuw gaat in Jezus die op zoek is of mensen die op zoek zijn naar Jezus. Tot de volgende keer.